Het DNA-lid Rachid Doukki heeft gisteren tijdens de openbare vergadering van de Nationale Assemblée over het ontwikkelingsplan 2017-2021 een lans gebroken voor de huidige regering. Volgens Doukki hebben de oppositieleden aangehaald dat deze regering gelden heeft vermorst en toch niets heeft gedaan. Dit terwijl er volgens hem genoeg bewijzen liggen van wat deze regering allemaal heeft verzet. De vorige regering had volgens Doukki 12 miljard SRD en toch moesten mensen in de rij staan om benzine te kopen. U en ik, we moesten derbypan kopen en u mag niet 10 liter, meer dan 10 liter per week tanken. Weet u dat? Wilt u die bonnen zien? Want soms is bij haar bonnen of in haar olie niet eens. Het ging zo goed in het land. 12 miljard. Maar olie nog ben je. No, zo waar een sessie of crisis. Ik kan go tank wat herjuglit. 12 miljard. En weet je wat onze kinderen aten, minister Susavo, op school? Bakoven van Surland die weggegooid was voor veegebruik. Werd opgehaald. Zeker in Nigeria. Om aan kinderen te geven die geen eten hadden op school. Dan komen ze praten over armoede, sma epina, onvergieten ten dat. En als je 12 miljard hebt, mijn God, waarom ga je dan geiten stelen? Koop het toch, je hebt toch geld? Het DNA-lid zei verder dat ten aanzien van de buitenlandse schulden grote landen miljarden US-dollars aan schulden hebben. Dit toont volgens Doukki aan dat er in de wereld haast geen enkel land zonder schulden zit. De fractieleider van Doe, Karel Breeveld, wilde van de minister van Binnenlandse Zaken weten hoe het staat met land Tiberis. De overheidsbegrafenissen, u weet dat soms er mensen zijn die zelf geen begrafenis kunnen betalen en dan gaat de overheid die kosten op zich nemen. Maar de eigen bijdrage is dan, zoals ik begrepen heb, 350 SRD. Kan daar duidelijkheid in komen? Klopt dat? En ik weet, ik heb niet zo lang geleden een begrafenis meegemaakt wat te maken had met deze land Tiberis. En de mensen worden dan, vroeger werden ze begraven op Rusthof, maar nu maakt men gebruik van een begraafplaats bij het Magenta-kanaal in de omgeving van Bomastars, SV Bomastar. En meneer de voorzitter, dat ding is een ontoegankelijke weg, een slechte weg. Een situatie waarbij je zegt, moeten mensen hier langs lopen om hun kinderen, en vaak zijn het kinderen die vroeg overleden zijn, na de geboorte, et cetera. Dat gaat allemaal op de donderdag en massa. Zeg maar 8, 9 lijkjes die worden gebracht. En ik moet zeggen, het is heel bedroevend. Want je komt daarachter, het is helemaal, ja, het zou een begraafplaats moeten heten, achter het voetbalveld. Het is een verwaarloosde, zielige situatie waarbij de graven schots en scheef staan. Je ziet allemaal zielige hoopjes. Soms worden de kinderen, vorige week donderdag, wordt 8 gevallen in 1 keer in 1 graf gestopt. Waarbij, naar mijn idee, het graf ook niet op basis van de wettelijke regels is uitgediept. Dus een hele, het zou 6 voet moeten zijn, klein graf. Een heleboel verschillende kinderen daarin begraven, 1 keer. Ik denk dat geen mens dat zou willen voor zijn eigen kind. DNA-lid Breeveld, gisteren in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de ontwerpwet over de vaststelling van een ontwikkelingsplan voor 2017-2021.